Hallo mensen en welkom bij deze nieuwe aflevering van Hitvlogs. Ik zit weer in deze stoel en dat betekent meestal niet heel veel goeds, geloof ik. Ik weet dat ik hier wel vaker zit af en toe, maar meestal als ik dat doe, dan is er van oh nee, dit is geen goed ding, want nu is er vast weer iets mis in de wereld. Soms is dat zo. Maar vandaag, hè, vandaag was ik zo bij mijn lokale Jumbo. En daar kwam ik toen binnen. En daar liep ik natuurlijk gelijk naar de monsterafdeling toe. En toen kwam ik bij de monsterafdeling. En toen zag ik, tot mijn grote schrik, dat Monster de Dokter weg is. Vind ik niet kunnen. Dus ik heb natuurlijk eventjes, ik heb natuurlijk eventjes contact opgenomen met de Jumbo. Op Twitter. En die zeiden dat het alleen maar een regionaal probleem is. Nou goed, gelukkig hè. Gelukkig ben ik de slechtste niet. En maak ik daar nooit zo'n heel groot probleem van. Als er iets gebeurt en een product uit de handel wordt gehaald. Waar ik het niet mee eens ben. Yo mensen, het is je boy Hidde van Hiddevlogs met een dik diss track. Jumbo's going down. Daar maak ik geen heel groot probleem van. Weet je wel. Dus daar gaan we nog wel iets mee doen. Maar, wat ze wel hadden, was een compleet nieuwe smaak. Die ik nog nooit uitgeprobeerd heb. Monster. Monarch. Kijk, hier, met vlindertjes erop. Vlinders. Monster Monarch. Dus weet je, laten we die maar proberen. Bij gebrek aan betere op dit moment. Oh, dat ruikt zoet. Je proeft echt die vers gemalen vlinders is er in hem gestopt. Oh, wat een suiker. Maar natuurlijk, zoals altijd, heeft dit blikje ook lore. En de lore van dit blikje is... Er bestaat deze theorie die aangeeft dat zoiets kleins en onbeduidends als het flapperen van de vleugels van een vlinder een orkaan kan veroorzaken. Monster Monarch, vernoemd naar de bescheiden vlinder, heeft een lichte, subtiele smaak. Licht en subtiel... Licht en subtiel, met een vleugje van persik en nectarine. Je zou kunnen zeggen dat het delicaat is en niet te overweldigend. Maar maak je om je eigen butterfly effect te ervaren. Want Monarch heeft volle lading van de legendarische Monster Energy Blend. Bescheiden. Weet je mensen? Dit is hem gewoon niet. Nee, weet je? Ik zou deze denk ik ongeveer hetzelfde ranken. Als dat ik de traditionele monsters zou ranken. Weet je wel? De zwarte met het groene logo. Is ongeveer hetzelfde. Het smaakt niet ongeveer hetzelfde. Het smaakt wel ongeveer hetzelfde eigenlijk. Want het smaakt allebei gewoon als een hele grote bom met suiker. Maar goed, deze heeft zoals het blikje zegt wel een vleugje van persik en nectarine. Ik twijfel of dat er echt in zit. Maar het heeft er wel een vleugje van. Maar goed, weet je, dit kan het niet halen. Nog steeds niet, hè. Bij Mango Loco en de dokter. Het kan het gewoon niet halen bij elkaar. Dus weet je, als je het wil proberen, zou ik het proberen. Maar als je de dokter kan krijgen, pak de dokter. Ja, pak de dokter. Dus in ieder geval mensen, dank jullie wel voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van dit vlogs. Wat ik dan nog wil zeggen is, please subscribe. Bedankt voor het kijken.
En ik zie jullie volgende week weer met een nieuwe spannende aflevering van Hitvlogs. Laters.